Goedemiddag en welkom, welkom iedereen hier bij Pakhuis de Zwijger. Het is hier een hele fijne, volle zaal met mensen die aanwezig zijn om dit speciale moment bij te wonen. Dat is namelijk de ceremoniële beëdiging van Harry van Vliet als lector doorwerking praktijkgericht onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam. Dus ik wil jullie alle welkom heten. Welkom collega's, partners, docenten, studenten, vrienden en familie om deze dag bij te wonen. Mijn naam is Mautin Awunu en ik ben de moderator van vandaag. En ik zal jullie meenemen in het programma wat we vandaag voor jullie hebben opgesteld. Het voelt heel goed om jullie hier allemaal bij ons aanwezig te hebben. We zitten met een zaal met allemaal betrokken mensen. En dat zijn ook onze lectoren die hier aanwezig zijn. Ik heb ze al gezien omdat ze een prachtig draagteken om hebben. En ook aan hen wil ik een speciaal welkom heten. Ze zijn ook online aanwezig. Dus hen wil ik ook eventjes in beeld roepen om... Ja, er wordt al heel actief gezwaaid. Wat mooi. En deze lectoren zijn zo ontzettend belangrijk voor de Hogeschool van Amsterdam. Maar misschien zijn ze vandaag wel even extra belangrijk. Omdat namelijk het lectoraat van Harry van Vliet juist gaat over het belang van praktijkgericht onderzoek. Het gaat over de impact van het praktijkgericht onderzoek. Het gaat over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek. En hoe we dat allemaal kunnen zien, voelen, tastbaar kunnen maken in kennis voor het onderwijs. Kennis voor de samenleving en kennis voor elkaar. En dat is wel mooi. Dat dit lectoraat misschien wel de verbindende factor is tussen al die lectoraten die er zijn en al die lectoren die er zijn. Dus daarom denk ik ook dat er zo'n hoge opkomst is van alle verschillende lectoren. Iedereen zit klaar volgens mij met aantekeningen van hoe kunnen we ons onderzoek nou nog beter inbedden in die samenleving. En daar hebben we niet alleen maar deze prachtige lectorale reden voor van vandaag, maar we hebben natuurlijk ook de publicatie. En dat was even spannend, maar ze zijn er. En we hebben er genoeg voor iedereen. Ja, er wordt al gegrinnikt, een beetje inside joke. Maar er is genoeg voor iedereen. Ook als jullie deze willen meenemen voor collega's, dan is er voldoende. En kunnen jullie dat vooral verspreiden. Spread the knowledge, zou ik zeggen. Het programma, wat gaan we doen? Natuurlijk staat de lectorale reden van Harry van Vliet centraal. En dat wordt omarmd door de laudatio van Frank Kressin. Dat is... van FDMCI natuurlijk. En hebben ook nog speciale gasten die verder met ons in gesprek gaan over dit thema. Die zullen ook laten zien van hoe dat in de praktijk nou eigenlijk concreet wordt. Hoe het belang van impact eigenlijk daadwerkelijk wordt gemeten en ook meteen zijn resultaat kan krijgen. Maar nu gaan we eerst eventjes beginnen met de introductie van de rector Gelijn Meijer en natuurlijk van decaan FDMCI Frank Kressin. Frank, mag ik aan jou het woord geven? Ja, dankjewel Mahoutin. Ja. Namens de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, kortweg FDMCI, je zei het al, heet ik iedereen van harte welkom bij deze feestelijke bijeenkomst. De rector, collega-lectoren, onze gasten, het publiek en natuurlijk aan lector Harry van Vliet, die over enkele minuten zijn lectorale reden zal uitspreken. En niet voor het eerst. Van Vliet is sinds 2013 aan de HvA verbonden, eerst als lector cross-media en met ingang van 2021 als lector van het HvA-brede lectoraat doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Zijn lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum van FDMCI en daarin werken 10 lectoren samen en 2 zogenaamde Centers of Expertise, Creative Innovation en Applied AI. Ook bieden we een thuis aan Professor of Practice Marleen Stikker. We onderzoeken en ontwerpen de maatschappelijke impact van digitale media, met als doel het handelingsperspectief van individuen, collectieven en instituties te versterken en zo de druk op de planeet te verkleinen. We testen, toetsen, ontwerpen en experimenteren met onze partners uit het onderwijs, het onderzoek en de praktijk. En zo draagt ons werk bij aan het ontwikkelen van nieuwe kennis, het voorbereiden van studenten op de toekomst, het innoveren van de beroepspraktijk en het verhogen van de onderwijskwaliteit. Het lectoraat Doorwerking van Praktijkgericht Onderzoek neemt een metaperspectief op onderzoek aan. Het vraagt zich af wat haar bijdrage is aan maatschappelijke vraagstukken en hoe de impact ervan kan worden aangetoond. Terwijl de impact van onderzoek aan universiteiten meestal op een klassieke manier wordt gemeten, via peer reviews en citaties van wetenschappelijke artikelen, ligt het aantonen van de impact van praktijkgericht onderzoek complexer. Manieren vinden waarop dat kan, is het vertrekpunt voor lector Van Vliet. In zijn reden met de prachtige titel De voorbeschouwing over impact, valorisatie en doorwerking stelt hij het dominante antwoord, het zogenaamde standaard logische model, ter discussie. Dat stelt dat we in opeenvolgende stapjes kennis ontwikkelen en doorgeven en die op een of andere manier uiteindelijk weten om te zetten in impact, een vrij magisch proces. Deze denkwijze moet worden opengebroken.
Praktijkgericht onderzoek draagt op vele diverse manieren bij aan de maatschappij. Ook al tijdens de uitvoering van het onderzoek. Van directe interacties met de stakeholders, het professionaliseren van onderzoekers en studenten, tot het werken aan kleine, soms schurende oplossingen, bijvoorbeeld in een wijk of bij een instelling, en zo tot verandering leiden. Van Vliet zal zo meteen betogen dat we op een nieuwe manier moeten en kunnen bepalen hoe praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan veranderingen. Zo krijgen we meer zicht op de impact en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek, maar kunnen we deze ook verder vergroten. Zijn werk voor onder andere de Vereniging Hogescholen, regieorgaan SIA en de HVA wordt nu al breed toegepast en heeft potentieel gevolgen voor al het praktijkgericht onderzoek dat plaatsvindt in Nederland en mogelijk daarbuiten. Daar wil ik het voor nu bij laten. Ik heb erg uitgekeken naar dit moment en deze reden en wens hem daarbij veel succes en plezier. Dankjewel. Ja, hartelijk bedankt. Dus we hoorden het al, hè? Al ruim 10 jaar ervaring heeft Harry van Vliet, dat sinds 2013 verbonden. Maar volgens mij ook al meerdere draagtekens in de pocket, of niet? En dat draagteken, dat is natuurlijk verbonden aan een lector. Gelijn, jij vertelt altijd heel prachtig hoe belangrijk dat praktijkgericht onderzoek is. En dat het ook echt extra belangrijk is om dat eigenlijk eervol te benoemen en ook eervol zichtbaar te maken, hè? Hoe belangrijk is het dus vandaag ook? Ja, dit is eigenlijk ja, een soort van het fundament van dat onderzoek. Ja, het is een bijzondere dag, omdat we natuurlijk dit draagteken eigenlijk ook voor u hier in het publiek en achter het beeldscherm misschien ook al niet meer nieuw is. Hè? Want het is natuurlijk iets wat we al een tijd lang bij de hogeschool voeren. Om op een visuele manier uitdrukking te geven aan wat dat onderzoek eigenlijk is, dat praktijkgerichte onderzoek. En het is een beetje, de metafoor is dat van een vijver waar iemand met zijn vinger insteekt. En elke keer krijg je mooie rimpels die zo langzamerhand uitdijen. En het is natuurlijk dat uitdijen, die doorwerking, waar natuurlijk het hele lectoraat over gaat. Dus eigenlijk is dit draagteken, als het bij wijze van spreken, is op het lijf geschreven. En Harry is wat dat betreft ook een, ja, die voegt een soort nieuwe dimensie toe aan het woord stapelaar. Want het is inderdaad zo dat hij daar in eerste instantie door gewoon het doen van het praktijkgericht onderzoek. Ik denk zelfs dat jij aan samen met collega's overigens ook hier in de zaal echt hebt gewerkt aan het doordenken wat het zou moeten zijn. En daar ook gewoon ons geholpen heeft om te kunnen uitleggen. En ik maak soms ook wel gebruik van een wat Jip en Janneke-achtige vergelijking van we halen problemen op uit de maatschappij, we doen goed onderzoek, we brengen ze ook altijd weer terug. En die simpele metafoor, die werkt denk ik erg goed en heeft ons ook veel goeds gedaan. Dus daar, dat was zeg maar werk wat je gedaan hebt. Dit is natuurlijk niet de enige lectoraat wat zich met praktijkgericht onderzoek bezighoudt. We merken nu dat landelijk echt in de vaart vooruit zit. Met hulp van SIA, maar met hulp ook van de andere hogescholen merken we gewoon dat we er echt een stevige basis krijgen. En die wordt ook landelijk herkend. Ik denk dat we daar echt met z'n allen echt trots op kunnen zijn dat dat zo werkt. En we voegen echt wat toe als gemeenschap aan het oplossen van de grote vraagstukken. Ja. En gelukkig wordt dat nu inmiddels ook wel gezien door onze nieuwe minister. Jullie weten allemaal dat er natuurlijk een minister zit die ons eigenlijk wel heel goed gezind is. En je ziet ook die dubbele werking van het echte wetenschappelijke onderzoek samen met het praktijkgerichte onderzoek. Ik zou bijna zeggen, we gaan in de toekomst ook praten over het onderzoek aan de mbo-instellingen. Want dat is volgens mij ook een sleutelelement daarin. Maar dat is in de toekomst, dat is misschien voor je volgende lectoraat dan. en het is ook zo dat we daar dus ook behoorlijke middelen voor gekregen hebben. We zijn inmiddels met 85 miljoen jaarlijks, structureel, mogen we in het onderzoek steken. Dat is echt heel plezierig en daarmee kunnen we wat. Nog steeds niet het volume als je dat vergelijkt met wat er op universiteiten plaatsvindt. Maar wij doen ook iets anders. En willen we verder, is het heel belangrijk dat we goed onder woorden weten te brengen wat dat andere dan precies is. Dus ja, die simpele metafoor die ik net al even aangaf, die blijft gewoon staan. Maar wat is dan het impact? Wat is die doorwerking? En daarom is het lectoraat van Harry belangrijk, ook weer samen met anderen. En ik denk dat we uiteindelijk ook wel naartoe gaan dat we kunnen gaan vaststellen dat we landelijk ook een beetje af moeten van die grote scheiding tussen het wetenschappelijk onderzoek en het praktijkgericht onderzoek. Ik denk dat we daar met elkaar te veel nog bezig zijn om de verschillen te zoeken, terwijl we het eigenlijk bij elkaar zouden moeten brengen. Maar daarvoor moeten wij goed kunnen formuleren, wat brengt dat praktijkgericht onderzoek dan op? En daarom is het lectoraat ook heel relevant. Nou, dat wou ik daar even bij laten. Het draagteken, zoals gezegd, is die vijver. Hè? Maar dat moet toch eigenlijk wel verdiend worden, ook deze exemplaar weer. En dat moet jij toch zelf doen. Ja, want dit is volgens mij de derde keer dat jij je na vandaag lector mag noemen. En ik zei al van, volgens mij als lector heb je gewoon heel veel passie nodig. Je hebt drive nodig, doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen. Ik kijk even naar de andere lectoren die hier zitten, die ik ook echt heb gezien naar dat proces toe. Hoe zwaar en intens dat ook eigenlijk is.
Wil je dat voor de tweede keer doen, dan heb je heel veel passie nodig en drive en uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. En wil je dat voor de derde keer doen, dan heb je taak. Immens. Maar misschien ben jij vandaag wel de super, super lector. Ja. Harry, ik wil jou heel veel succes wensen vandaag. En ook heel erg laten genieten eigenlijk van dit moment om jouw werk zichtbaar te maken voor een veel groter publiek. En dat gaat over, wat zet onderzoek nou eigenlijk in beweging? Hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat? Wat is het effect van onderzoek en wie speelt daar een rol in en waarom? In de reden, de voorbeschouwing over impact, valorisatie en doorwerking, gaan we eigenlijk de ingewikkeldheid daarvan ontrafelen. Harry, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel. Even plaatsen. Zal ik beginnen met, zoals het thuis wordt genoemd, mijn spreekbeurt. De voorbeschouwing. Allereerst dank aan Gelijn en Frank voor de inleidende woorden. Breder ook dank aan het CVB en de decanen voor het instellen van dit lectoraat. Dat was wel even een dingetje, maar we zijn er. Dank ook aan de collega's binnen en buiten de HVA die gezorgd hebben dat het lectoraat er nu staat en er is wat het nu is. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen, van wat is nu de status van het lectoraat. En dan wil ik eigenlijk even terug naar het beeld wat net geschetst werd van het draagteken. De vinger die dat water aanraakt, de rimpelingen die dat veroorzaakt, de doorwerking werd het al genoemd. Het heel poëtisch beeld van iets wordt in beweging gezet, iets doet ertoe, iets heeft effect, impact. Heel mooi beeld. Ik heb wel een bekentenis. Sinds ik dit beeld zie, heb ik altijd gedachten in mijn hoofd van wie is die vinger eigenlijk? Wat doet die vinger daar? Als je uitzoomt, zie je dan nog meer vingers die in die vijven zitten te prikken. En betekent dat sommige rimpels worden uitgedoofd daardoor en sommige versterkt. En waar is die vijver eigenlijk? Is dat in een stiltegebied, dan moet je daar helemaal niet komen. Is dat op de plaatselijke ijsbaan wat moet bevriezen en het laatste wat je moet doen is met je vinger erin gaan zitten prikken. En hoe helder is dat water? Ik bedoel, wordt er niet geloosd vanuit de plaatselijke koekjesfabriek? Of wordt er door het drugslab geloosd met drugsafval? Dat het een stroperige brei is. En als je je vinger insteekt, eerder het vel eraf gaat van het zuur, dan dat er een rimpeling ontstaat. Nou, goed. Dat soort gedachten. Ik draaf wat door, maar dat zit ik dan te denken. Al zit ik op de eerste rij. En dat zijn eigenlijk hele rare vragen. Maar binnen het lectoraat vielen ze eigenlijk heel mooi op hun plek. Want dat zijn precies de vragen die net al even naar voren kwamen van, wat zet onderzoek nou eigenlijk in beweging? Wat zijn die rimpels? Hoe makkelijk of moeilijk gaat dat? Wie doet dat? Dat zijn eigenlijk hele terechte vragen. Heb je het over de doorwerking van het onderzoek of de impact van het onderzoek? En dat zijn ook ingewikkelde vragen. Er wordt al jaren over nagedacht, dus dat geeft wel aan dat het heel ingewikkeld is. En we zijn er nog steeds niet uit. Maar die ingewikkeldheid wordt af en toe ook wel onnodig ingewikkeld gemaakt doordat het rommelig wordt. Rommelig in de zin van spraakverwarring over termen, wat slordigheden in argumentatie, simplisme, et cetera. Dus het is belangrijk om dat ingewikkelde en dat rommelige uit elkaar te trekken. En om nou ervoor te zorgen dat we op dezelfde pagina zitten. Dit is rommelig. Ingewikkeld om iets terug te vinden, maar dit is rommelig. En dit, dus een modulaire synthesizer, is ingewikkeld. Ziet er rommelig uit, maar het zijn toch twee heel verschillende dingen. En eigenlijk wat ik 1,5 jaar heb gedaan, is ik ben aan het opruimen geslagen. En op het gevaar af de Marie Kondo van het praktijkgericht onderzoek te worden, heb ik geprobeerd dit te doen. En een beetje te ordenen van waar de discussie over gaat. En dat zal ik op het eind ook presenteren, wat ik denk, wat die 5 plankjes zijn. En als je die plankjes hebt, dan kun je die verbindingen gaan leggen. Maar het is de voorbeschouwing, dus zover zijn we nog niet. Dus dat ga ik doen. Ik ga eigenlijk een beetje opruimen. En dat doe ik aan de hand van 3 voorbeelden. Ik zal iets zeggen over model. Ik zal iets zeggen over indicatoren. En ik zal iets zeggen over ecosystemen. En dat binnen 20 minuten. Dus de vaat gaat erin. 1. Model. Ja, dit is een heel riskant plaatje tegenwoordig om een koe te laten zien. Dus ik heb er wel even over getwijfeld van, moet ik dit nou doen? Want dit roept meteen allerlei emoties op en associaties die helemaal voor mij niet relevant zijn.
En dan ga ik er ook nog een hele belegen anekdote bij vertellen. Maar ik heb het nodig om het verhaal rond te maken. Dus gun mij even dit moment. En ik hoop dat social media niet helemaal losgaat met mij en een koe in beeld. Dat gaat natuurlijk helemaal verkeerd. De anekdote is als volgt. Een veehouder vraagt 3 specialisten om advies te geven over hoe gaat die melkproductie omhoog. Eén zegt van de hoogleraar welzijn zegt van Mozart in de stal. Ga klassieke muziek draaien en dat is goed voor het beest en dan gaat hij meer melk geven. De dierenarts zegt van lijnzaad in het voedsel. Lijnzaad, dat is goed en dan gaat hij meer melk geven. En de fysicus, dat is de derde specialist die gevraagd wordt. Die kijkt dus een beetje omhoog, die denkt eens na en die zegt vervolgens... Stel, de koe is bolvormig. Nou, als dit verteld wordt op een zaal met fysici in de zaal, dan is het hilarisch, deze grap. Dus er zit duidelijk geen fysicus in de zaal. Maar los van zeg maar, het niveau van de anekdote, wat hij aangeeft is dat je een veelgebruikte methode binnen het onderzoek is dat je een model maakt van een hele complexe werkelijkheid. En dat model, dat is een versimpeling, dat weet je. Maar het geeft je wel de mogelijkheid om relaties te leggen en uitspraken te doen en dingen te onderzoeken. Dat is het voordeel van het model. Maar het is wel een simpele afbeelding van die werkelijkheid. Het model, er is ook een model gemaakt van wat is nou de bijdrage van onderzoek aan de maatschappij. En dat model is een lijn. Een simpele lijn. Een lijn die ergens naartoe werkt. Dus eigenlijk is het een pijl. Dit is het model om de bijdrage van onderzoek aan de maatschappij vorm te geven. En hij komt in vele gedaanten. Dus dit is even zoeken en dan vind je allerlei vormen. Waarbij ook vaak een aantal stapjes worden onderkend. 5 vaak, dat is wel het meest gebruikte model. Het proces begint met input, dus je stopt er geld in, middelen, mensen, een onderzoeksvraag, je hebt een subsidieaanvraag, faciliteiten, een lab, dat stop je allemaal in. Vervolgens gaat de machine zeg maar draaien met allerlei activiteiten, onderzoeksactiviteiten, volgens bepaalde regels. Daar komt iets uit, producten, of het nou prototype is, een publicatie, een praatje op een congres, dat is de output. Vervolgens hoop je, en daar werk je ook wel naartoe, dat dat invloed heeft op anderen. Dat die geïnspireerd raken, dat die het boek lezen en daar iets mee doen. En wat ze ermee gaan doen, dat leidt uiteindelijk tot, wat Gelijn al zei, die magische impact. Van die ontstaat dan als cumulatie zeg maar, van al die activiteiten. Dat zijn de 5 stapjes die onderscheiden worden. Nou, dat is een heel logisch verhaal. Het heet ook het logische model. Dus wat kun je hierop op tegen hebben? Het is wel zo dat toen ik aan het opruimen was, kwam ik wel een overlijdensbericht tegen uit de jaren 90. Dat dit model al zegt, dit is dood, dit model. Dit werkt niet. En ik zal u alle doodsoorzaken besparen, want dat zijn er nogal wat. Maar ga er van mij uit dat toen de tijd al zegt, dit is morsdood, dit model. Dit werkt niet. Het is veel ingewikkelder dan dit. En we doen onszelf heel erg tekort als we hieraan blijven vasthouden. Jaren 90, 30 jaar geleden. Dus dan denk je van, nou, mooi, klaar, strikt erom, afgelopen, horen we nooit meer wat van. Nu wordt het nog steeds gebruikt en is het heel prominent aanwezig. In allerlei evaluatiemodellen, methoden van onderzoek, evalueren, et cetera. Zelfs zo prominent nog dat onlangs is er weer een prachtig rapport verschenen over hoe we onderzoek evalueren in Nederland. Staat dit model gewoon in full color, in een spread in. Dus het is er nog steeds. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou? Nou, er zijn ook allerlei studies naar gedaan. Hoe komt het nou dat dit zo'n model zo hardnekkig is en ons blijft lastigvallen, als je het zo wil noemen? En een van die redenen, het zijn ook verschillende redenen, maar een van die redenen is zijn simpelheid. Het is al heel complex om onderzoek te doen en te kijken hoe je dat overdraagt aan de samenleving. Dus laten wij in godsnaam maar een simpel model hanteren om dat te monitoren, te evalueren.
Maar dat is natuurlijk raar. Dat als je weet dat het ingewikkeld is, dat je blijft vasthouden aan een heel simpel model. En het enige wat in die 30 jaar is veranderd, is niet het model. Alleen de inleiding op het model is vaak nu 10 pagina's om uit te leggen dat het ingewikkelder is. En vervolgens gaat men het model gebruiken. Dat is het enige wat er veranderd is. En dit is heel hardnekkig. En eigenlijk is er een benaming voor het moment dat als je weet dat iets te simpel is, maar je blijft het toch gebruiken. Daar is een naam voor, een term. En dat is een hele onsympathieke term, ik geef het meteen toe. Maar hij bestaat wel. En dat heet dan dat je het domheidspunt overgegaan bent. Ja, ik kan er niks aan doen. Het staat zelfs in de encyclopedie. Dus ik heb het niet zelf verzonnen. Ik wil nog even zeggen van, het heeft heel veel te maken met het estafette idee, hè, van het stokje doorgeven, dat model. Dus daar kom ik straks nog op terug. Het staat in deze encyclopedie, de encyclopedie van de domheid. En dit is de draagbare versie, maar goed, hij bestaat. En daarin staat, domheid betreft niet zozeer de dwaling, maar veel meer het volharden in de dwaling. Vaak tegen beter weten in. Zelfs denkpatronen die de mensen in eerste instantie verder helpen, zullen zich op den duur tegen ons keren. Een omslag die plaatsvindt op het domheidspunt. Dan zult u misschien denken, ja, wat is dat voor obscuur werk? Ik ken dat helemaal niet. En iedereen kan een encyclopedie van de domheid schrijven. Dus ik ben even verder gezocht. En een boek genomen uit de non-fictie top 10 van de afgelopen maanden. Blijkbaar heeft iedereen dit boek aan het zwembad liggen lezen bij op de vakantie. Het is een hele doorwrochte studie over hoe we kijken naar de ontwikkeling van de mens. En eigenlijk zeggen de auteurs, hoe kan het toch dat we vasthouden aan modellen, ideeën die allang bewezen zijn dat ze niet werken? Komt u dat bekend voor? En wat zeggen zij op een gegeven ogenblik? One must simplify the world to discover something new about it. The problem comes when long after the discovery has been made, people continue to simplify. I rest my case. Dus dat is het domheidspunt. En dat is natuurlijk jammer, want we weten dat het anders zit, maar toch blijven dat model. En ik wil even meenemen in een voorbeeld van dat estafette, dat stokje doorgeven. Kijk nou eens naar wat hier gebeurt. Neem dit even in hun op. Als alternatief voor dat beeld van dat stokje doorgeven. Er zit geen geluid bij, omdat ik dan de ruimte heb om eroverheen te praten. Wat je hier ziet, nou, je ziet heel veel mensen. Het is een sociaal gebeuren. Het is een soort rare mix van chaotisch en geordend, want er wordt wel iets gebouwd. Er staat publiek bij, er wordt geroepen, er worden aanwijzingen gegeven. Er worden foto's gemaakt. Mensen gaan meedoen. Ergens loopt ook een FBI-agent rond. Ik weet niet wat die daar doet, maar... En dit even als beeld ten opzichte van dat idee van dat model van dat stokje doorgeven. Dat je stapjes neemt en op het laatst geef je dat stokje door aan de maatschappij en die gaan er iets mee doen. Het is een heel ander beeld om te kijken naar onderzoek of impact. En ten opzichte van dat estafette sport zou ik zeggen, dit is contactsport. Het zijn mensen die het doen in allerlei samenwerking, die iets bereiken. Het wordt geapplaudisseerd, dus het wordt ook nog gewaardeerd. Ook vaak een indicator, waardering. Ik hoop dat u het verschil ziet in die twee beelden. Dat zijn de beelden om even mee te geven dat er een alternatief is voor het estafette model, om het zo maar te noemen. Voor de mensen die toch in dat soort modellen denken, een tweede glimp zeg maar, naar hoe zou een alternatief model eruit kunnen zien. Dit wordt ook vaak gebruikt bij die output-outcome impact van over de output heb je redelijke controle, hè? Wat publiceer je of wat breng je naar buiten vanuit je project, wat vertel je. Daarmee probeer je je netwerk te beïnvloeden, je collega's, de mensen die in het domein werkzaam zijn, de bedrijven waarmee je samenwerkt, in de hoop, en dat is alweer verder weg, dat daar iets mee gaat gebeuren. Daar heb je niet altijd controle op en daar spelen ook heel veel factoren een rol die je niet onder controle hebt. Dus dat is maar afwachten of dat gebeurt. Nou, dit is typisch weer die lijn die je ziet. En de enige truc die ik wil toepassen
is wat gebeurt er nou als je het zo zet? Als je zegt van, hey, tijdens die activiteiten werk ik toch ook al met mensen samen. Ik probeer al dingen uit, ik geef al dingen door met een training. Ik doe een co-creatiesessie. Dus waarom moet ik wachten hier om die invloed uit te oefenen? Die zit hier al. En dan zie je in feite dat het eendimensionale model krijgt een tweede dimensie erbij. En dat lijkt een kleine aanpassing, maar dat heeft heel veel gevolgen voor hoe we kijken naar de bijdrage van onderzoek. En ik benadruk eigenlijk met de term doorwerking dit verhaal. En je zou hem ook nog hier kunnen plakken. Bij input gebeurt dat natuurlijk ook al. Daar gebruik ik de term doorwerking voor. Tweede voorbeeld. Indicatoren. Even in de sport te blijven gebruik ik deze. Ik kom zo bij hem terug. Hij blijft wel even staan, hangen. Indicatoren, net als model, hangt veel van af. Want met indicatoren toon je aan wat je bijdrage is aan de maatschappij of wat je hebt opgeleverd. Dus dat is heel belangrijk, wordt ook vaak heel groot gemaakt. Men is altijd op zoek naar indicatoren. En als er een visitatiecommissie langskomt, dan is het zoeken naar welke indicatoren gaan we gebruiken en wat is het getalletje wat daarbij hoort. Dus indicatoren zijn heel erg belangrijk. Alleen, ook daarvan weten we, en ik ga het argument niet helemaal halen, dat indicatoren die er zijn, biased zijn. Dat betekent dat ze voornamelijk afkomstig zijn uit de harde wetenschappen, vooral economisch gebaseerd zijn, veel economische indicatoren. Dat ze in feite alleen kijken naar die output, dat blokje van die output, niet naar de andere blokjes in dat proces. En dat ze vaak kwantitatief zijn. Nou, dat geeft nog een skewed beeld van die indicatoren. En daar komen ook heel veel mensen niet mee uit. Van ja, ik wil ook andere indicatoren, maar die zijn er bijna niet. Dus dat ga ik niet doen. Dat gezegd hebben, ik ga dat niet zeggen. Dat ook heel hardnekkig is. Wat ik wel wil laten zien, zijn een aantal bevindingen die ik tegenkwam toen ik ging grasduinen in al die indicatoren. En ook hoe ze gebruikt worden binnen evaluaties van het onderzoek. En met name heb ik dat binnen de HVA dan gedaan. Maar ik heb het idee dat dat geldt voor ook andere hogescholen. En heb ik dit voorbeeld even voor nodig, want dan hoop ik wordt het een stuk duidelijker. Deze atleet wil graag naar de Olympische Spelen. En dus dat is een doel wat hij heeft, een ambitie die hij heeft. En het Olympische Comité, nou dat is een mooie ambitie, maar dan moet je wel even op niveau presteren. Nou, dat soort uitspraken noem ik een criterium. Dus hij heeft een doel, een ambitie, een criterium. En natuurlijk wil je bewijs hebben dat hij daaraan voldoet. Nou, dat is een indicator en in dit geval ga je de afstand meten. Op niveau presteren betekent hier dat je ver kan springen, verspringen. En je voegt er zelf een norm aan toe, als Olympische limiet, zeg je van, ik weet niet precies wat het is, maar iets van 7,5 meter of zo moet je springen en dan mag je naar de Olympische Spelen. Dus dat is de norm. Je kan ook voor je lol springen en meten, daar ben je ook nog steeds goed bezig. Maar dus je hoeft niet een norm te hanteren, maar hij is er vaak wel. Er zitten hier mensen die kijken of dat je afzet goed is. En ergens buiten beeld staat ook wel iemand die kijkt of de wind in de rug niet te veel is. Zo zijn er allerlei spelregels waar je aan moet voldoen, wil je een geldige sprong hebben. En er staat hier een bord, misschien moeilijk te zien. Hier staat dat iets een vierde poging is. Daar zal de uitslag tevoorschijn komen, hoe ver die gesprongen heeft. Dit hangt samen. En dit kun je heel simpel vertalen naar het gebruik van indicatoren voor het onderzoek van het praktijkgericht onderzoek. Want je kunt zeggen van, wat zou nou een criterium zijn voor dat praktijkgericht onderzoek? Nou, bijvoorbeeld de betrokkenheid van het onderwijs bij het onderzoek vinden wij heel belangrijk. Dus dat is een criterium, dat is een ambitie, een doel. Ja, hoe ga je dat aantonen? Dan zit je hier. Nou, dat kan bijvoorbeeld door te gaan kijken hoeveel docent-onderzoekers in lectoraten zitten. Hoeveel studenten deelnemen aan het onderzoek of rondlopen in een lab, et cetera, et cetera. Dus dan kun je verschillende manieren operationaliseren naar een indicator. Je kunt er zelfs een norm op stellen. Het CVB kan zeggen van nou, over 2 jaar moet 10% van de docenten docentonderzoeker zijn geweest. Dat kun je vinden. Of zoveel studenten moet hebben deelgenomen. Nou, er zijn allerlei spelregels om die data te verzamelen. Want hoe tel je dat nou, docentonderzoeken? Wanneer ben je docentonderzoeker? Is dat als je een tiende zit in een lectoraat? Of als je een keer naar een meetup gaat en meedoet? Of als je in een project zit? Je ziet de vergaderingen al voorbij komen waar dat allemaal besproken wordt.
Maar je gaat wel de spelregels vaststellen daarvan, van hoe je telt in dit geval. En je gaat een uitslag fabriceren in de zin van een jaarverslag waarin staat van hoe goed dit gelukt is of wat de mate is van deelname van het onderwijs aan het onderzoek. Dus dit zijn 5 samenhangende factoren, componenten die in dat spel thuishoren. En je kunt er eigenlijk niet eentje overslaan. Ja, je kunt zeggen van norm doen we niet, maar dan zeg je er toch iets over, namelijk dat je de norm niet doet. Dus je moet alle vragen even beantwoorden. Nou, wat heb ik gezien als ik die evaluatierapporten lees van kenniscentra van de HVA? Dan duiken er 4 problemen op. Even heel snel. Het onderscheid criterium en indicator wordt niet altijd gemaakt. En dat is heel verwarrend. Want dan heb je een ambitie of is het nou een indicator en is het nou bewijs of is het nou een belofte? Dat loopt echt door elkaar. Dus dat is echt, redactioneel moet dat gewoon opgezond worden. Je ziet ook dat men een belofte heeft of een doel, bijvoorbeeld een betrokkenheid bij het onderwijs, en geen bewijs aandraagt. Je hebt toch een doel. Waar zie ik nou aan dat het gelukt is? Staat er niet in. En omgekeerd ook, dat men bewijs aandraagt, terwijl er helemaal geen doel was. Dus dan staat er bijvoorbeeld, 15% van onze publicaties zijn open access. Helemaal goed. Maar je had helemaal geen doel verwoord van toegankelijkheid. Ben je dat vergeten? Of? Dus dat zinkt nogal snel los van elkaar. En dat is echt verwarrend. Een tweede aspect is dat men dit vaak moeilijk vindt. Indicator, lastig, welke moet ik gebruiken. Weet je wat, we gaan een narratief schrijven. Narratief zit hier. Dat is een rapportagevorm. Je kiest een andere vorm. Dus ook als je een narratief schrijft, moet je bedenken van welke bewijsvoering ga ik nou eigenlijk in dat narratief schrijven. Vaak wordt dat tegen elkaar gezet, maar het zijn 2 andere dingen. Zogenaamde categoriefout. Hier zie je nog dat dit vaak kwantitatief is. Hier meet je de afstand. Maar je hebt natuurlijk ook kwalitatieve indicatoren. Maar die zijn vaak lastiger om te meten. En daarom spreek ik liever van aantonen. Bewijs toont iets aan. Dat meet niet per definitie, dat kan. Maar je kunt het ook laten zien. En dat wordt vaak vergeten. En een vierde, laatste. Al kijk je naar deze prestatie. Wat staat er zeg maar in de krant bovenaan in dikgedrukte letters? Zijn prestatie. Hoe ver die gesprongen heeft. Al lees je evaluatierapporten van onderzoek, gaat het heel vaak over van, ja, wat voor voeding heeft hij gebruikt? En hoe duur was het om hem op te leiden? En welke coaches? Allemaal inspanningen, randvoorwaardes om tot die prestatie te komen. Terwijl we heel veel prestaties hebben. Waarom praten we nou niet over wat we bereikt hebben? Maar heel veel over van, ja, zoveel mensen deden mee. En zoveel geld hebben we omgezet in het onderzoek. Etcetera, etcetera. Dus die balans, ik weet niet of die 50-50 moet zijn. Maar die is vaak niet optimaal, zeg maar, om het effect goed te laten zien. Nou, zo kun je aan de hand van dit plaatje eigenlijk heel simpel uitleggen wat er misgaat met indicatoren. En ook hoe je ze goed maakt, door al die stappen goed te beantwoorden. 3. Ecosysteem. Lastig begrip. Ik gebruik hier even de bol.com-definitie van ecosysteem. Deze kun je gewoon kopen. Dan heb je een ecosysteem in huis. Geen eens zo duur. En nou ja, kenmerken hiervan zijn, je ziet het al, het gaat over regen en begroeiing. Hoe dat één geheel vormt, van elkaar afhankelijk is. Het zijn verschillende componenten. Als er iets kleins fout gaat, gaat het hele systeem zeg maar onderuit. Ja, je kunt je er iets bij voorstellen bij zo'n ecosysteem. Je kunt het een beetje beïnvloeden, maar ook weer niet helemaal. Nou, de onderzoeker zit ook in een ecosysteem. Want hij werkt samen met andere onderzoekers, ook met gemeenten en bedrijven. Daar is hij afhankelijk van en hij levert ook kennis aan. Hij is afhankelijk van geld, dus er gaat geld om in zo'n ecosysteem. Subsidie, moet aanvragen doen, dat bepaalt ook wat hij kan doen. Hij is gebonden aan wet en regelgeving, in de zin van wat mag je met proefpersonen doen. Er zijn allemaal codes voor, er is een gedragcode, hoe je als onderzoeker moet gedragen. Dus er zijn allerlei spelregels ook binnen dat ecosysteem waar je aan moet houden. En dat is best wel een complex geheel om daar in te opereren. Naar mijn idee houden we daar nog niet genoeg rekening mee, al heb je het over doorwerking. Want doorwerking opereert, functioneert in dat ecosysteem. Als dat ecosysteem niet gezond is,
Als het niet optimaal functioneert, dan gaat de doorwerking ook niet goed. Nou, dat idee om zo te kijken, dat begint nu wat op te komen om op die manier naar onderzoekscultuur of infrastructuur te kijken. En dan kijk je daarna, dan zie je dat je ongeveer aan zo'n 10, laat het er 9 zijn, laat het 11 zijn, zo'n 10 knoppen kan draaien binnen dat ecosysteem qua onderzoek. He, ik kan zeggen van, ik stuur op samenwerking. Nou, dat beïnvloedt het ecosysteem. Je gaat met andere mensen samenwerken en dat leidt tot kennisinteracties. Ik ga zorgen voor plekken in de stad. Dus je fysieke infrastructuur ga je aanpassen. Nou, dat veroorzaakt ook verandering in dat ecosysteem. En je kunt er geld in pompen, zeg maar. Meer geld naartoe, dat werd al even gezegd. Dat kun je erin stoppen en dat verandert ook dat ecosysteem. Dus dat zijn knoppen waar je aan kan draaien. Waarbij het natuurlijk niet zo is dat er een één-op-één relatie is. Dus van ik stop er geld in en het ecosysteem wordt beter. Dat zou heel, heel naïef zijn. Ik denk ook dat niemand dat beweert. Alhoewel, ik kan me een politicus herinneren die op een vraag van een journalist. Die zei van, de jeugdzorg die is de afgelopen 10 jaar schrijnend achteruit gegaan in kwaliteit. Waarop de politicus zei, nee, dat kan niet, want ieder jaar is er meer geld naartoe gegaan. Mm. Nou, kijk, dan heb je zo'n doos echt nodig voor je verjaardag. Nou, hier wordt ook aan gewerkt. Vanuit de regieorgaan SIA is ook de sprongregeling in het leven geroepen. Met name om te kijken hoe wij als onderzoekers, onderzoeksgroepen, zo goed mogelijk kunnen inspelen op dat ecosysteem. Wat moet je nou veranderen in je eigen manier van werken om het meeste effect in dat ecosysteem te maken? En ik heb gekeken naar de aanvragen daarvan voor SIA. En dan zie je iets merkwaardigs gebeuren. Vraag van, nou, aan welke knoppen ga je nou draaien? Zo staat het er niet in hoor, maar dat is even mijn taalgebruik. Aan welke knoppen ga je nou draaien? Nou, dan zeggen de meeste voorstellen van, nou, we willen nieuwe kennis inbrengen. Dus gaan de knop nieuwe kennis draaien. En we gaan meer samenwerken, want daar schort het aan. Daar kunnen we nog verbeteren en dan gaat ons onderzoek ook beter gebruikt worden. Dus dat zijn de twee knoppen. Nou, ik denk, prima analyse, dat kan en dat is, lijkt me logisch. Sla je de bladzijde om en dan kijk je naar de activiteiten die men gaat doen. Dan waait dat uit in allerlei activiteiten. Dan zijn er wel 7 of 8 knoppen waar men aan gaat draaien. Want dat is ook zo sympathiek en handig en leuk om te doen. Maar de relatie met je analyse is helemaal weg. En dat verschil kan ik zien doordat ik op deze manier naar die voorstellen kijk. En ik heb begrepen dat ergens in november is er een speciale bijeenkomst over de sprongaanvragen. En daar ben ik ook genodigd om dit verhaal wat uitgebreider te vertellen. Wat dat nou oplevert, al kijk je op die manier naar de sprongaanvragen. Dus dat krijgt nog een vervolg. Maar ik vond het belangrijk even te noemen, want dit is nog niet rommelig, maar kan heel erg rommelig worden. Oké, wat ik heb gedaan met die 3 voorbeelden is eigenlijk iets meer uitzoomen op die vinger en iets meer context gegeven van hoe je er ook naar kan kijken. Met name vanuit het perspectief van het praktijkgericht onderzoek. Het is nog niet helemaal klaar, ik weet nog steeds niet wie die mevrouw is, maar je ziet al dat er meer gebeurt dan 1 vinger en dat er een context is voor dat onderzoek. Heeft het nou iets opgeleverd, al deze opruimactie? Ik wil 2 dingen laten zien. We hebben een half jaar geleden deze website live gebracht, onder andere met Sarah, is ook in de zaal, en met Ixa. Omdat we merkten dat er best wel veel kennis is over hoe doe je dat nou om al effect, doorwerking te bereiken tijdens je proces. Er zijn best wel veel voorbeelden al van en veel methodes. Alleen ze waren heel moeilijk te vinden. Dus wat hebben we gedaan? We hebben dat bij elkaar gezet. En we hebben met name een aantal tools op de website gezet die je heel makkelijk kan scannen van is dat iets voor mij? Kan ik daarmee uit de voeten? Dus bijvoorbeeld Small Wins. Er wordt er netjes uitgelegd wat is het? Hoe gebruik je het? En waar komt het vandaan? Met een aantal kenmerken dat je ook snel kan zoeken van, nou, ik heb misschien niet zoveel tijd of ik heb geen voorkennis. Welke methode kan ik dan toch gaan gebruiken? Er staan er nu zo'n 13 op, maar we hebben er ongeveer 30 op het bureau liggen om nog toe te voegen. Dus dat wordt een mooie verzameling van methodes die met name ingaan op van, hoe doe ik dat nou al tijdens mijn onderzoeksproces? Hoe bereik ik dan al doorwerking? En er staat ook een eigen tool op, wat ik zelf heb ontwikkeld, de doorwerkingsmatrix, die een evaluatiekader geeft zonder dat er een procesaanname is over hoe dat proces gaat. Dus niet dat logische model, er zijn alleen inspanningen en effect. Klaar. En of dat nou het begin of het eind is, dat mag je helemaal zelf weten.
Maar het geeft je mogelijkheid om dat dan structureel in kaart te brengen. En wat ik heb gedaan, omdat dat toch heel veel werk was, en waarom zou ik dat voor mezelf houden? Ik heb zo'n 640 indicatoren verzameld uit allerlei notities, ingedikt naar 200, categorieën aan toegekend en een aantal kenmerken, zoals gaat het over een inspanning effect. En dat geeft je een fighting chance om te zoeken naar, geef mij nou eens een indicator, die gaat over het effect van wat ik doe. Op het gebied van kwaliteit of op het gebied van lidmaatschap, et cetera, et cetera. Dus gebruik dat, maar wel met een disclaimer van, het is heel complex en je moet eigenlijk eerst hele andere dingen doen voordat je bij een indicator komt. Denk aan die sporter. Het zijn meerdere dingen die je moet beslissen. En het tweede, en daar sluit ik mee af, heb ik ik ben eigenlijk terug bij dat het opruimen. Hè? Dat, die plankjes, die vijf plankjes. Als je opruimt, dan zie ik vijf vraagstukken die je moet beantwoorden, wil je tot een gedegen antwoord komen. Dit is de voorbeschouwing, hè? Dus ik hoef nog geen antwoord te geven. Ik heb alleen uitgeplozen waar het antwoord ongeveer naartoe gaat. En welke vraag je moet beantwoorden. En dat heb ik het 5A-model genoemd. Want dat backtracken en... Nou ja, je kunt er ook een makkelijke tentamenvraag van maken. Hè. Noem de 5 A's van het 5A-model. Soms wel met verrassingen in de antwoorden, want het leidt ook tot vrije associatie. Aantrekkelijk. Oké. Okay. En eentje die ik nog steeds moet verwerken, enthousiast. Ik weet het niet. Goed. Die 5 A's, even heel kort, analysekade. Het maakt heel erg uit van hoe je naar kennis kijkt. Wat is kennis? Hoe ontwikkelt dat zich? Ook filosofisch gezien, zeg maar. Een positivist kijkt daar heel anders naar dan een constructivist. Dus dat is heel erg bepalend in de discussie over impact en doorwerking. Attitude, wat is nou je houding ten opzichte van het evalueren van onderzoek? Is dat formatief? Ben je uit op het leren van dat proces? Of is het summatief? Ben je erop uit om iemand ter verantwoording te roepen? Nou, dan zit je nogal anders aan tafel, zeg maar. Dus dat is ook een belangrijke vraag die je moet beantwoorden. Attributie is een terugkerend probleem in alle literatuur. Van hoe doe je dat nou? Van, er is de impact. En kun je nou herleiden waar dat nou vandaan komt? In dat estafette-model is dat een hele logische vraag. Hè? Je vraagt met diegene die met het laatste, met het stokje over de... Je vraagt je, waar heb je dat stokje vandaan? Ja, nou, aan die persoon voor mij. En dan vraag je weer. Dan kun je helemaal terugleiden waar dat stokje vandaan komt. In die menselijke toren, wie houdt nou uiteindelijk dat kind omhoog? Snap je? Dat is een hele andere vraagstelling. En die is wel te beantwoorden, maar een stuk lastiger dan teruggaan in dat logische model. Dat is attributie. Aantoonbaar heb ik het al even over gehad. Niet alleen over mee te spreken, maar wat voer je nou als bewijs aan? Wat accepteer je als bewijs? Niet alleen cijfers, maar ook andere manieren, narratieven, et cetera. En aggregatie is eigenlijk ook een terugkerend probleem. Want als organisatie, als HVA, wil je iets zeggen hoe je het doet als hele organisatie op het gebied van praktijkgericht onderzoek. En dan ga je uitspraken doen die misschien niet helemaal herkenbaar zijn van een individuele lector. Die denkt van ja, het is heel relevant voor een organisatie om te zeggen van hoeveel we doen aan onderzoek. Maar voor een individuele lector is het veel belangrijker om te zeggen van wat heb ik nou bereikt? Dus daar zit wel verschil tussen. Hè? Dat kun je wel oplijnen, maar er zit wel verschil tussen. En aggregatie kijkt naar dat probleem. Hoe die dingen samenhangen tot slot. Dus die draadjes bij die modulaire synthesizer, hoe je dat nou verbindt, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En dat ga ik de komende tijd met heel veel collega's uitzoeken. Maar dit geeft al een opgeruimd gevoel, om het zo te zeggen. Je weet waar je zeg maar, de stekketjes in moet steken om die verbinding te leggen. Wat ik wel weet, dat als vanaf vandaag, vanaf nu, als iemand mij vraagt van wat is doorwerking, dat ik dan een beetje omhoog zal kijken en zal zeggen... Stel, doorwerking is bolvormig. Dank u wel. Nou Frank, aan jou nu het beslissende woord. Heeft hij het verdiend? Ja, ik weet niet of hij bolvormig, ik weet het niet. Maar volgens mij heeft Harry van Vliet natuurlijk hiermee zijn derde lectoraat verdiend. Waarmee hij zijn tweede draagteken krijgt. En dat krijgt hij van zijn zoon. Mag ik je zoon naar voren roepen? Om dat te gaan doen. Jullie hebben geoefend, dus het moet gewoon goed gaan. Ja. Dat zit in het DNA. Oh, misschien kunnen jullie voor de tafel plaatsnemen. Dan kunnen de mensen thuis ook nog even zien. Ja, daar.
Ja. Ja. Of niet? Ja. Nou, hoe voelt dit? Ja, nog steeds heel bijzonder. Ik blijf het zeggen, het is een hele eervolle positie. Die mij ook de mogelijkheden geeft dit soort werk te doen. Wat ik heel erg fijn vind om te doen. En ik ben me heel erg bewust van de positie die je hebt als lector. En zeker als HVA-brede lector. En ik probeer dat zo goed mogelijk in te vullen. Nou, daar wil ik nog één applaus voor. En dan ga ik... Want ik ga iets vertellen over wie Harry van Vliet dan is en ook mijn visie daarop. Dus als eerste, één perspectief is, je studeerde psychologie en film- en televisiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. En promoveerde daar ook in 1991, ja, denk ik. Ja. Hoe heette je proefschrift? De Schone Schijn. Kijk, toen al literair, ik begrijp het. Je werkte bij het Telematica Instituut, de HBO-raad en de Universiteit Utrecht. Waarna je de overstap naar het HBO maakte en in 2007 lector Cross Media Business werd aan de Hogeschool Utrecht. En ook wetenschappelijk directeur van het Center of Expertise Ucreate. In 2013 ging je naar de HVA. Tot en met 2019 was je daar lector Cross Media, waarbij je onderzoek deed naar onder meer digitale innovaties bij musea, mediawijsheid, mediastrategie, crowdsourcing en het Nederlandse festivallandschap. Zo publiceerde je regelmatig de Festival Atlas, een schitterende en veel geraadpleegde publicatie over alles wat met festivals te maken heeft. Een omvangrijk project dat je onlangs na 10 jaar hebt afgesloten. Daarna bereidde je de weg voor een HVA-breed lectoraat en over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Het duurde even, dat gaf je al aan, maar met veel succes. Het lectoraat kwam er, je werd opnieuw lector en bent inmiddels een niet meer weg te denken expert op het thema. Je hebt een grote productie en je werk wordt op vele plekken als waardevol erkend en nu al gebruikt bij het vormgeven en beoordelen van beleid. De aandacht voor de doorwerking van praktijkgericht onderzoek helpt zowel bij het begrijpen als bij de legitimatie ervan. Maar belangrijker nog, bij het daadwerkelijk aanpakken van maatschappelijke problemen, waarvan er zoveel zijn. Het HBO heeft hier wat mij betreft een doorslaggevende rol te spelen en jij geeft ons het gereedschap of de toolkit om dat steeds effectiever te doen. Het nieuwe lectoraat kwam, terugkijkend, niet helemaal uit het niets. Als lector was je al bovengemiddeld geïnteresseerd in het creëren en aantonen van de impact van je eigen werk en praktijkgericht onderzoek in het algemeen. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in de visitaties die je onderging. Je no-nonsense aanpak zonder te veel bureaucratische last en met een focus op het leren van ervaringen is door veel collega's overgenomen. Je boodschap was, niet alles hoeft meteen perfect te zijn, als je maar een beeld hebt van de route naar verbetering. Ook legde je veel nadruk op communicatie met de buitenwereld, waarvan de voornoemde Festival Atlas, maar ook deze lectorale reden, een voorbeeld is. Gezaghebbend en bescheiden word je genoemd en ik onderschrijf dat. En zo breng je collega's bij elkaar en je helpt ze op een inhoudelijke manier een gezamenlijke visie op de toekomst te ontwikkelen. Zo ben je op dit moment naast lector ook adviseur van het regieorgaan SIA in de discussie over de positionering van het onderzoek binnen NWO. Daarbij is je analyse en ontwerp van het impactbegrip, waar we zojuist zoveel over hebben gehoord, bijzonder waardevol. Niet alleen om in algemene zin op een realistische manier over impact na te denken, maar ook om duidelijk te maken waarin hogescholen een andere focus hebben dan andere kennisinstellingen. Hoezeer jij dat misschien ook wil wegpoetsen, het lijkt toch nog steeds zo te zijn dat hogescholen en universiteiten dat anders doen. Je werk vindt onder meer een weg naar de nieuwe BKO-standaarden en heeft daarmee een grote invloed op hoe praktijkgericht onderzoek wordt beoordeeld. En daarmee ook op hoe het wordt ontworpen en uitgevoerd. Daarnaast ben je intensief betrokken bij het ontwikkelen van de Professional Doctorate, waarmee hbo-instellingen straks kunnen opleiden op het hoogste niveau. Het valt me op dat je in je loopbaan telkens onderdeel bent van nieuwe ontwikkelingen. Je lijkt daar te zijn waar het vuur is. Inhoudelijk was je betrokken bij het snel veranderende veld van crossmedia, organisatorisch bij het ontwikkelen van het instituut Lector en later de Centers of Expertise, en nu bij het herdefiniëren van de kwaliteitskaders van praktijkgericht onderzoek. Telkens opnieuw geef je op originele wijze vorm aan een nieuwe ontwikkeling terwijl die zich aandient. Je laat je stem horen, verandert het speelveld, ontwikkelt een nieuwe taal om, zoals je zelf in je reden zegt, met diverse actoren een taalspel te kunnen spelen, waarin nieuwe betekenissen zich aandienen en instituties worden gevormd of hervormd. Zoals je dat nu met het thema doorwerking doet. Daarin ga je vrij ver. Je ontwikkelde in je korte tijd als lector
niet alleen, of HVA-brede lector, niet alleen een groot aantal criteria. Je had het over 640 indicatoren volgens mij, naar 200. En ik heb geteld maar 39 subcategorieën en 8 hoofdcategorieën. Die je voor het gemak dan in filmpjes hebt gevat en op een website. Maar het is geen eenvoudig bouwwerk wat je daar bouwt. Het is misschien wel opgeruimd, maar niet eenvoudig. Je bedacht bovendien de 5 A's die je net hebt toegelicht. Enthousiasme begreep ik nog niet, maar ik begrijp dat jullie daar alles over dachten. En legt het alles dus helder uit ook nog. Je gaat met iedereen in gesprek die het wil horen. En je gaat met ze door tot ze begrijpen waar het over gaat. En je noemde jezelf ook de Marie Kondo van het praktijkgerichte onderzoek. Nee, juist niet. Nou, je zou het, ik ga dit in ieder geval onthouden. Dat is je kracht. Scherp analyseren van het probleem, het bieden van nieuwe manieren van kijken, nieuwe woorden en structuren aanbrengen. Uitleggen en het beïnvloeden van de institutionele werkelijkheid. Dat alles vanuit een oprechte verwondering over hoe de dingen in elkaar zitten. Welke dingen er zijn en welke dingen er zouden kunnen zijn. Je zoekt telkens naar de vraag achter, onder, boven en voorafgaand aan de vraag. Zoals je in de inleiding van je reden en ook hier weer verwonderd over het electorale draagteken. Waar het eigenlijk vandaan komt. Van wie is die vinger? Wat doet die daar? Zijn er misschien nog meer vingers? En zo verder. En dat ben jij ten voeten uit. Harry, het is een enorm genoegen om met je samen te werken. En te zien waar je exploratieve pad je heen voert. Ik wens je toe dat je je verwondering blijft koesteren. Originele vragen blijft stellen en antwoorden vindt die ons in staat stellen om nieuwe taalspellen te spelen. En zo samen te bouwen aan de toekomst van het praktijkgericht onderzoek. Aan je doorwerking en de impact en in het volle besef dat de doorwerking van je eigen werk al 15 jaar enorm is. Als dit nog maar de voorbeschouwing is, belooft dat bijzonder veel voor de toekomst. Ik wens je veel succes. Dank je wel. Frank, van mij mag je dit altijd echt blijven doen. Ik kan uren naar jou luisteren. Als we het hebben over taalspel, dan kan jij ook echt daar een heel belangrijke en goede rol in spelen. Ja, dit soort inspiratoren, is dat makkelijk? Ja, dat snap ik. Maar toch moet ik je even verzoeken om deze stoel te verlaten. Bedankt Frank en bedankt Gelijn voor jullie introducerende woorden. En natuurlijk voor het mededragen van dit mooie programma. Maar we willen toch nog eventjes in gesprek met 2 gasten. Mag ik vragen of jullie ook hier plaats willen nemen? Dan kan ik jullie eventjes voorstellen. Ja, Vladimir Bartels, beleidsadviseur onderzoek en onderwijs aan de Hans Hogeschool Groningen. Om opleiding en onderzoeksgroepen en de instelling te ondersteunen in het versterken en borgen van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. Het gaat ook heel erg over impact, het operationaliseren van het begrip impact. En hebben we ook Janti Staats, themaregisseur circulaire transitie aan de Hogeschool van Amsterdam van een van de Center of Expertise. En ook waardeketencoördinator in het sprongprogramma CircoLab. En zowel bij CircoLab als bij het Center of Expertise werk je ook nauw samen met Harry en houd je ook heel erg bezig met impact. En kan je daar wat meer over vertellen hoe impact een rol speelt in jouw werk? Maar ik moet misschien eerst beginnen met uitleggen wat eigenlijk die zeer ingewikkelde functie betekent. Want ik denk dat het de langste functiebeschrijving is, maar tenminste vragen. Dus ik zal dat even een beetje toelichten. Ja, mijn rol als themaregisseur bij het Center of Expertise is eigenlijk om praktisch invulling te geven aan hoe creëer je nou grotere impact. Want dat is de rol, of eigenlijk de opdracht die de Centers of Expertise mee hebben gekregen. Het vergroten van dat... het vergroten van de impact die de kenniscentra hebben. Ik doe dat dan bij het Center of Expertise Urban Technology voor het thema circulaire transitie. Yeah. En dat probeer je natuurlijk op alle manieren, allerlei mogelijke manieren vorm te geven. Bijvoorbeeld door onderzoek en onderwijs beter aan elkaar te verbinden. Of juist te kijken hoe je professionele opleidingen kan creëren. Maar dat alles is wel... je probeert er impact mee te creëren, maar hoe je dat objectiveert, welke impact je genereert, is natuurlijk wel lastig. En ik ben in die zin wel blij dat Harry's lectoraat er is bij de HVA, zodat we daar ook op kunnen terugvallen als themaregisseurs. En een andere rol die ik heb is inderdaad bij een van de sprongprogramma's, die Harry ook al benoemde in zijn presentatie. Dat is CircoLab. Ja. En daarin werken verschillende hogescholen, waaronder de HVA, samen met 32 partners in totaal. En dat is juist om technologische, sociale en economische innovaties
eigenlijk daarmee verandering te versnellen in combinatie met praktijkgericht onderzoek. Heb je dat een beetje zo samengevat? Ja, heb je goed samengevat. Okay. En nou ja, dat is nogal een ecosysteem, hè, wat Harry ook al benoemde. Die sprongprogramma's, of dat het CircleLab-programma probeert de circulaire transitie te versnellen. Onder andere door dat interdisciplinair of door onderzoek daarop te richten. En het programmateam zelf, of het programma, is er om dat te ondersteunen. Om juist te kijken hoe je naar krachtiger onderzoek kan. En daar is Harry en zijn lectoraat zeer belangrijk. Want hij helpt ons daar in het programma met opruimen, zoals hij zelf zei. Met opruimen en structureren van hoe weten we nou dat we als programmateam effectief aan het werk zijn. Mm-hmm. Welke activiteiten moeten wij daarvoor ondernemen. Zonder dat we dat inderdaad op 80 verschillende manieren doen, terwijl je eigenlijk je impact niet bereikt die je zou willen bereiken. Dus ja, in het Sprong CircleLab programma zijn we eigenlijk wel, schakelen we direct met het lectoraat van Harry om daarin te structureren. Ja, mooi. Dus die zijn eigenlijk heel erg nauw betrokken al in dat onderzoeksproces. En hoe ziet dat er dan uit? Is dat door middel van gesprekken, evaluatiemomenten, trainingen? Hoe uitzicht dat? Nou, op dit moment zijn we nog in de vroege fase van het programma. Mm-hmm. Dus we zijn echt nog aan het bouwen en bepalen hoe kunnen we een aantal factoren definiëren om wat beter te objectiveren welke impact je maakt. En dus het gaat ook om die taal dus weer? Het gaat ook om die taal, inderdaad. Maar ook om de schakel te maken, hoe vertaal je dat nou naar activiteiten? Ja. Dus hoe maak je dat concreet? Precies, ja. En hoe heeft zich dat tot nog toe, welke vorm heeft dat gehad? Nou, dat is echt werksessies, sparmomenten met Harry. En daar kan je heel goed, vind ik, even zeggen van, wacht even, denk even het andere niveau, want je bent nu heel erg bezig in de activiteiten, maar waarom wil je dat doen? Waar leidt dat toe en op welk niveau van impact genereren? Mm. Of van welke impact wil je daarin genereren? Dus dat is een heel nauwe samenwerking. Ja, het is heel erg taal. Ik kom bijna nooit een sessie binnen dat ik vraag, de beginvraag is van welk impact wil je bereiken? Ik begin eigenlijk aan de voorkant, hè, van wat wil je toevoegen? Waar wil je nu naartoe werken? Wat wil je veranderen, hè, over 2 jaar? Wat is er nou anders dan nu? Mm-hmm. En dat zit veel dichter bij de ambitie die een onderzoeker heeft om iets te bereiken, dan dat je vraagt van, laten we eens opschrijven welke impact. Want dan wordt het weer zo'n dingetje naar de hand. Hè? Oh ja, dat moeten we ook nog doen. We moeten ook nog een impactwerkgroep hebben die dat gaat verzinnen. Terwijl als je terugbrengt bij de ambitie van iedere onderzoeker en themaregisseur en docenten. Van hoe wil je de wereld nou veranderen in de komende 2 jaar? Wat is jouw bijdrage daarbij? Dat opent een veel positiever verhaal en een veel logischer verhaal van wat je gaat doen. Ja. En dat misschien raakt ook meer de praktijk en het onderzoeksproces. Ja, want dat gaan ze doorvertalen van, ik ben een docent, dus ik wil dit veranderen, want ik zie dat niet optimaal werkt of dat kan beter. Dat zit heel dicht bij je eigen activiteiten. Ja, en daarin ben je dus eigenlijk ook wel een soort van de kritische schakel, dus tussen de onderzoekers en elke keer scherp te zijn van waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Ja, ik weet niet, schakel. Frank zei het ook al van, wel kritisch, dus ik prik wel dingen door. Ik zou het ook collegiaal, een spiegel kun je wel zeggen. Ja. Een spiegel vind ik het wel, zoals wij tot nog toe daarover gespart hebben. Dan zou ik het zo benoemen. Ja. Vladimir, ook nou betrokken om juist onderzoek en onderwijs eigenlijk te versterken, steviger te maken. Daarbij heel erg gericht ook, hoe kunnen we meer impact maken daarmee? In hoeverre ben jij ook betrokken bij dat werk van Harry en wat je nu ook hebt gehoord in een lectorale reden? Ja, Harry en ik hebben afgelopen jaar in de werkgroep gezeten bij de Vereniging Hogescholen over het nieuwe BECO. We vonden elkaar daar vrij snel in de complexiteit en in ook in het recht doen aan de verschillende perspectieven. Want dat vind ik wel een belangrijke. Yeah. Dat je hebt het perspectief van een onderzoeker, dat is er één. Maar je hebt ook het perspectief van een bestuurder. En je hebt het perspectief van een financier, die een soort verantwoording wil. En alle drie hebben een valide behoefte aan het zichtbaar maken van impact. Yeah. En hoe je dat in balans krijgt, is een mooie. Harry had het al even over narratieven. Elk onderzoeker is in staat om heel mooi narratief
te onderbouwen waarom zijn onderzoek zo'n effect heeft gehad. Maar de bestuurder heeft daar niet genoeg aan. Mm-hmm. En dat snap ik ook. Een van mijn bezigheden is programma manager ambitie 2. Prachtig inspirerende titel. Waar de ambitie heet zichtbaar maken van impact en het vergroten ervan. Ja, en dat is ook vertalen naar beleid, hoor ik ook zo. Ja. En dat is ook vanuit het beleid, maar we proberen heel erg dat... We zijn afgelopen jaar begonnen met eerst eens praten met alle stakeholders. Zowel werkveld, externe stakeholders, studenten, onderzoekers, docenten. Wat is jullie beeld bij impact? Ja. Wat beschouw je nou? Ja. En dat heeft al geholpen. We proberen nu te werken naar inderdaad een balans om het zichtbaar... En ik heb al behoorlijk moeten knokken om dat niet meetbaar... te maken. Wat is daarin dan het grootste verschil tussen dat zichtbaar en dat meetbaar? Nou, het gaat om dat je het onderbouwt. Meetbaar gaat heel snel terug naar platte dingen als... Oké, wat heb je er nou ingestopt en hoeveel publicaties... Weer terug naar die logische modellen, die rechte lijn. En daar moeten we juist vanaf. En dat is ook wel een idee wat Harry Voets gaf. Hoe kan dat nou dat al sinds de jaren 90... doodverklaard is en toch nog steeds levend is, ik denk omdat we daar nog geen werkelijk alternatief voor hebben gevonden. En ik heb goede hoop, als ik kijk naar de 5 A's, dat dit er eentje zou kunnen zijn. Hmm. Dat lijkt me mooi. Ja, ja. Nou, nee, dat klopt wel. Er is nog niet een kant-en-klaar alternatief voorhanden. Dat je zegt van knip en plak over het simpele model heen. De ingrediënten zijn eigenlijk wel bekend. Hè? Ik refereerde al even aan Sarah Komst, die aan het promoveren is op dit onderwerp. En ook dat ingrediënten komt voor dat model. Maar hoe het in elkaar klikt, zoals ik ook eindig, dat weten we nog niet precies. Maar dat mag je niet van weerhouden dat je al kan handelen in de geest van het model, zeg maar. We kunnen nog niet precies tekenen, maar we weten wel welke kant het op gaat. En ik heb dat ook geprobeerd beeldend uit te laten zien van waar je aan moet denken. Ja, en wat ik daar ook wel mooi in vond, sorry dat ik je onderbreek, is dat we niet alleen maar moeten kijken naar de output, omdat daar enkel de impact zit, maar dat gaat eigenlijk al over gedurende het onderzoeksproces. Zeker, ja. En misschien kunnen jullie daar ook voorbeelden van geven, van wat zien jullie daarin dat tijdens het onderzoeksproces, dat daar al impact te maken valt? Hebben jullie daar voorbeelden van? Zoals bijvoorbeeld de small wins ook werden genoemd in de presentatie. Ja, Jantie? Ja, zeker. Ja, ik heb zelf een ontwerpachtergrond. Ja. En je ziet vanuit de technische en creatieve disciplines dat er vaak ontwerpend onderzoek ook gedaan wordt. En dat betekent eigenlijk dat je tijdens het ontwerpen van iets... het ontwerp is niet het einddoel, maar juist wat je ervan leert door verschillende iteraties te maken. Dat is eigenlijk even belangrijk of misschien wel belangrijker om je volgende slag te verbeteren. En ik denk dat dat typisch een vorm is van onderzoek doen die dit in zich draagt. Mm-hmm. Heel praktisch voorbeeld, heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld... er is bij ons een toolkit ontwikkeld om een bepaalde innovatieve ontwerpmethode... binnen de circulaire economie of binnen de circulaire transitie te bewerkstelligen. En dat is ontwikkeld door een onderzoeker. Een conceptversie is samen met minorstudenten getest. Die hebben het eigenlijk gewoon gebruikt. Mm-hmm. En dat proces heeft opgeleverd dat de onderzoeker beter wist hoe die tool uiteindelijk eruit moest komen te zien. Ja. En dat is mooi voor het... studenten hebben dan meegewerkt aan een eindproduct, of in ieder geval een tussenproduct wellicht, een prototype. Maar tegelijkertijd zijn die studenten ook in aanraking gekomen met die materie. In dit geval was dat een rethink-methode, een van de circulaire ontwerpstrategieën. Dus dat heeft dan aan twee kanten gewerkt. Als het goed is, hopelijk hebben die studenten al veel meer zicht na het meewerken aan zo'n onderzoek, meewerken aan zo'n prototype, over dat concept van rethink. Dus dan heb je gaandeweg je onderzoek al ook een slag bereikt bij studenten om op een andere manier naar zo'n probleem te kijken. Ja, en die zijn ook echt onderdeel daarvan. Hè? Dus die zijn ook echt door de ervaring, denk ik, dat ze daarmee ook al een bepaald soort impact hebben ervaren. Dus dat ze zien wat de waarde is van meedoen aan het onderzoek. In plaats van helemaal aan het einde erover lezen en dat dan in een tentamen krijgen. Ja, ze zijn zowel inputgever als gebruiker, dus stakeholders in zo'n onderzoek. Ja. En ik denk voor elk onderzoek geldt hoe meer stakeholders uiteindelijk gebruikers of mensen die er mee moeten gaan werken, of op wie je impact wil maken, je betrekt bij het onderzoek, hoe beter
je ook impact al kan genereren bij de doelgroep die je dus voor ogen hebt. Ja. Dus mooi voorbeeld. Jij wil daarop reageren? Ja, als ik dit verhaal hou bij workshops of bij andere hogescholen. En ik benadruk dat je al tijdens je proces zeg maar effect sorteert, maar dat we dat vaak nooit kwijt kunnen in evaluatierapporten, omdat die naar die output kijken. En als ik dan zeg van, misschien dat is even waardevol als wat er op het eind gebeurt, zonder dat te disqualificeren, dan gaat er nog wel eens een zucht van verlichting door de zaal, zeg maar. In de zin van, oké, eindelijk erkenning voordat dit ook meetelt. Mm. Het verdwijnt, zeg maar, in die fuik van waar we dan inlopen van, het moet daarover gaan, over die output. Yeah. Terwijl er al zoveel dynamiek ontstaat, zoveel kennis ontwikkeld wordt, niet alleen vanuit de lectoraat, maar vanuit andere stakeholders. En dat dat een waarde kan hebben, het lijkt logisch, maar dat moet je blijven vertellen. Ja, moet je blijven vertellen. Ik heb nog wel één voorbeeldje. En daarmee ook het laatste voorbeeld, okay. Want ik zie al dat we al tegen de tijd komen. Maar ja. Een van de pareltjes die de Hans Hogeschool dan had op het gebied van impact genereren, was altijd de gebiedscoöperatie Westerkwartier op het gebied van duurzaamheid en energiegebruik. Dat was een prachtig project waarbij heel veel mensen met elkaar in verbinding werden gebracht en mooie dingen gingen doen. Had ontzettend veel impact. Ja. Vorige week is daar het faillissement van aangevraagd. Dat omdat ze eigenlijk veel te veel gegroeid waren. Ze konden gewoon het bestuursmodel wat men had gekozen niet meer financieren. Daarmee is de impact niet weg. Nee. De impact is volop bezig en gaat ook al lang buiten de Hans Hogeschool om. Dus als je het hebt over de A van attributie. Maar past er niet meer in het systeem. Maar past er niet meer in het systeem zoals dat was ontwikkeld. Nou, dat is eigenlijk ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Ja. En beter gezegd niet ten onder, maar wacht op een nieuwe doorstart. Maar die beweging die daar in stand is, in gang is gezet, die wordt niet meer gestopt. Ja, belangrijk voorbeeld ook. Dus dat gaat heel erg ook over anders kijken, andere perspectieven dienen. En heel interessant allemaal. Ja, ik denk dat we met heel veel voeding naar huis gaan, maar in ieder geval eerst nog gaan borrelen. En ik zei al van waarschijnlijk gaat het gesprek veel te kort zijn, maar kunnen we daar natuurlijk met elkaar nog verder over in gesprek hierna. Ik wil jullie als gasten hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. En Harry natuurlijk in het speciaal ook heel erg bedanken. Wat ik leuk vond is dat Frank zei van Harry gaat daar waar het vuur brandt. Maar toen dacht ik, wat als Harry nou dat vuurtje is? Dat hij degene is die elke keer overal het vuurtje creëert. Dat heb je met pyromaan. Ja, maar als dat toch wel deze verandering, scherpte, die kritische blik teweeg brengt, dan is dat helemaal niet zo erg dat er wat vuurtjes gebrand worden. Dit is pas de voorbeschouwing. We gaan nog kijken naar de wedstrijd en de nabeschouwing. En volgens mij kunnen we met z'n allen niet wachten hoe dat er allemaal uit gaat zien. Nou ja, Marie Kondo heeft 5 boeken geschreven over het pramen, dus er komt nog wat aan. Hartelijk bedankt en heel veel succes met de rest van je carrière. En alle mensen hier ook heel erg bedankt voor het bijwonen. En de mensen thuis natuurlijk voor het kijken. Een hele fijne middag.